Goedemiddag, Anouna. Hi. Ik ben Robbe. Ik ben Sakina. En wij zitten hier geïnstalleerd in het geleeg, in de machinehal. We zitten op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar, dus onze mondmaskers mogen af. Want dat praten we een beetje gemakkelijk. Ja. Ja, dus we willen ook nog even de mensen van het geleeg bedanken, omdat we in een prachtige hal mogen gebruiken voor dit interview. Mm. Voilà. Mijn eerste vraag. Jij staat een beetje bekend als de Vlaamse Greta Thunberg. Hoe zie jij die rol als activist? Ja, dat is natuurlijk heel gepersonificeerd van Anouna de Wever, de Vlaamse Greta Thunberg. Uiteindelijk voor mij het belangrijkste is die movement daarachter. En voor Greta trouwens ook. Maar wij werken wel heel dicht samen. Ik werk ook zelf aan heel veel internationale projecten waar Greta ook in zit. Dus voor mij is gelinkt worden aan Greta vooral een opstap om meer internationaal te werken. En natuurlijk in de media heeft het mij ook veel geholpen om meer die boodschap te kunnen verspreiden en een groter platform te krijgen. Ja, want er zijn ook collega's van jou, zoals Adelaide uit Franstalig België en Louise uit Duitsland, die ook aan haar gelinkt worden. Dus dat leek zo wel een beetje een ongeschreven regel. Of is dat iets dat spontaan gegroeid is? Ja, we zijn een beetje ongewild een gang of four geworden, die inderdaad wel zo wat overal binnen geraakt op de een of andere manier. Maar in de movement zelf is dat niet. Hè. Dus wij zijn geen leiders of zo. Wij zitten, zoals iedereen, gewoon in die movement te onderhandelen over dingen, samen beslissingen maken binnen consensus. Dus dat is niet dat wij leidersfiguren zijn of zo. Wij hebben gewoon, doordat wij met 3 of 4... in het begin die movements heel hard hebben geleid, in onze eigen landen, maar ook internationaal. In de media zijn we daar vooral groot in geworden. Maar binnen die movement is dat niet echt zo. Oké, 2019 was het jaar van Anouna de Wever. Ook heel veel, het jaar van heel veel betogingen. Dat is nu een beetje ook stilgevallen. Hoe voel jij je bij het stilvallen van die betogingen en het stilvallen van het media-aandacht naar klimaat toe? Ja, COVID heeft natuurlijk enorme roes in het eten gegooid. We zaten op een bepaald moment meer dan 8 miljoen mensen van over heel de wereld te strijken. En ineens corona en lockdown en dit en dat. De week voor de lockdown zaten we nog met meer dan 50 mensen in Brussel voor de Europese Commissie te strijken. Greta was er ook bij. Dus het was wel echt enorm. En ineens valt dat stil. En voor de klimaatbeweging heeft dat ook heel veel betekend, omdat we daardoor veel minder in de media zijn gekomen. De klimaatmarsen zijn niet kunnen doorgaan, waardoor dat onze boodschap ook veel minder verspreid werd. En we zien nu ook dat politie en media zelf daar niet genoeg over praten. Dus voor ons is het echt wel afwachten tot dat corona gedaan is. Nu, dingen dat we tijdens corona wel enorm veel hebben gedaan rond mensen informeren, webinars organiseren, met politie ontmoeten, achter de schermen, campagnes voeren. Ik werk zelf ook in het Europees Parlement. Dus we zijn ook allemaal wel heel hard bezig geweest met klimaat, maar dat was gewoon veel meer achter de schermen. Ja. En als jongere kan ik me voorstellen dat het heel moeilijk is om constant in de belangstelling te staan op social media-kanalen. Hoe ging jij daarmee om? Ja, het ding is dat het voor mij nooit over mij ging. Dus voor mij ging het altijd over die beweging, over de boodschap die we probeerden te brengen, over die politici, over de media, over scholen, over het bedrijfsleven. Voor mij ging het altijd over die boodschap en zoveel mogelijk mensen aan boord krijgen. En ik heb daar inderdaad hulp bij gekregen, doordat ik dan zelf als PV bekend ben geworden. Maar ik heb dat nooit echt een persoonlijk ding gemaakt voor mezelf. Dus ook heel veel van de commentaar en haat of ook het applaus heb ik nooit echt persoonlijk aangetrokken, omdat dat voor mij helemaal niet over mij ging, maar over gewoon heel die beweging in het algemeen. Oké. Een vraag over jou thuis. Heb je eigenlijk zelf een milieubewuste opvoeding gekregen? Ja, dus ik ben opgevoed door 2 activisten, basically. Mijn ouders zijn altijd al heel bewust geweest. Niet alleen over klimaat, maar ook over mensenrechten. En dat heeft mij ook wel echt een opstap gegeven. Toen ik jong was, ben ik naar vluchtelingenkampen geweest, waar ik dus gewoon echt heb gezien wat er gebeurt met mensen in deze wereld en hoe ongelijk dat de rijkdom verdeeld is en ook wat dat wij als westerse wereld hebben gedaan om die vluchtelingencrisis mee te creëren en wat dat aan mij dan geeft als verantwoordelijkheid en dit en dat. Dus mensenrechten zijn altijd een big thing geweest voor mij. En op het moment heb ik dan beseft dat klimaat de grootste strijd gaat zijn voor de mensenrechten ooit. Omdat er gewoon miljarden mensen gaan sterven en gaan moeten vluchten en in extreme omstandigheden terecht gaan komen als we niks aan die klimaatcrisis doen. Dus de moment dat ik dat heb doorgekregen, is klimaat eigenlijk meer naar de front gekomen. En ben ik mij daar dan voor beginnen engageren. Maar eigenlijk gaat het mij dus niet over klimaat of die CO2 of de emissies in de atmosfeer. Het gaat me echt over de mensenrechten die daaraan gelinkt zijn.
Ik stel die vraag omdat er mensen zijn, of jongeren vooral, die die opvoeding of dat activisme niet van thuis hebben meegekregen. Hoe ga jij, of hoe wil jij hen overtuigen van die klimaatzaak? Ja, voor mij is het dus heel belangrijk inderdaad om die platformen te gebruiken om mensen te informeren. En dat is iets wat wij ook hebben gedaan tijdens corona. En ook beseft een beetje van tijdens de klimaatmarsen gingen we er veel te veel van uit dat mensen echt wisten hoe ernstig het was. En dat we met een crisis waren aan het omgaan. En mensen weten dat niet. Mensen beseffen de ernst van de zaak niet, nog steeds niet. En dus hebben we heel veel geïnformeerd omdat... Voor ons was dat heel duidelijk. Oké, mensen zijn niet op de hoogte. En zolang als dat mensen niet gaan beseffen hoe ernstig het is, gaan ze ook niet in actie schieten. En inderdaad, niet iedereen is opgevoed door twee activisten die er altijd al bewust van zijn geweest en dit en dat. Maar langs de andere kant vind ik het ook een verantwoordelijkheid van mensen zelf om zich te willen informeren. We hebben Google, we hebben smartphones, we kunnen talkshows bekijken en TED-talks bekijken. En het is ook gewoon belangrijk dat jongeren zichzelf informeren hierover. Want we hebben miljoenen mensen van over heel de wereld die op straat komen om... te zorgen dat een bepaald probleem op de politieke agenda komt, dat zal toch wel voor iets zijn. Ja. Dus voilà. Want er wordt zo vaak vanuit de media, vanuit de samenleving, rond de klimaatzaak gepraat over een doemscenario. En sommige mensen ja, die gaan daardoor daar misschien bewust van afwijken. En jongeren ook. Dus hoe wil jij echt heel concreet de jongeren daar toch van overtuigen om mee te stappen in die klimaatzaak of daar... vanaf te stappen van dat discours? Ja, het punt is dat er wel heel veel hoop is. Anders zou ik niet al mijn tijd ooit daarin steken. Dus we kunnen dit nog halen. Maar het zijn veel politici die zeggen... ja, het is doemdenken, dit en dat. Politici minimaliseren de klimaatcrisis, punt. Dat is omdat ze een politiek beleid schrijven dat momenteel de klimaatcrisis niet aanpakt. En alle wetenschap heeft daar basically een consensus over. Wij als activisten zijn degenen die dat aankaarten en die proberen een draagvlak te creëren. Maar zolang dat politici de andere kant van het verhaal blijven zeggen en zeggen, ja, maar het komt allemaal in orde, we zijn on track, gaan we er uiteraard nooit geraken. Dus... voor mij ligt daar een grote verantwoordelijkheid bij politie om eerlijk te zijn over wat ze aan het doen zijn. Met ons huidig beleid gaan er gewoon miljoenen mensen sterven. Er zijn miljoenen mensen aan het sterven vandaag. Dit gaat over mensenrechten van over heel de wereld. En wij in België hebben zoveel privileges omdat we nog niet de directe gevolgen van klimaatopwarming nu voelen. Maar het gebeurt wel en het gaat ook alleen maar erger worden. Dus voor mij gaat het niet echt over ja, hoe zorgen we dat jongeren hiervan op de hoogte zijn. Het gaat er vooral over van de mensen die momenteel de macht hebben in de wereld, moeten gewoon de waarheid beginnen spreken. Dat is duidelijk. Je hebt zelf ook met grote mensen aan tafel gezeten, met mensen die veel macht hebben op de wereld. Zo denk ik aan Angela Merkel. Je bent ook met de Vlaamse, met de Waalse en de Duitse Greta naar Angela Merkel gestapt. Ik denk dat dat een heel opvallende of leerrijke ervaring is geweest. En je hebt er ongetwijfeld ook meerdere meegemaakt. Wat is het wat is jou het meeste bijgebleven van al die ervaringen met die grote machten? Ja, we hadden op een brief geschreven naar alle wereldleiders in general om hen te ontmoeten en te zeggen we want to sit at the table, basically. Dus we willen dat er naar ons geluisterd wordt. We hebben zoveel mensen op straat gebracht. Nu is het ook tijd om te luisteren naar onze eisen. En dus die is ontvangen door Angela Merkel, maar ook door Alexander De Croo en door andere staatshoofden in Italië, in Oostenrijk. Overal eigenlijk bijna. Dus, en dat gaat nog steeds door. Binnenkort ontmoeten we ook Rutte in Nederland. Dus die meetings blijven doorgaan, achter de schermen vooral. En wat mij het meeste blij blijft, is inderdaad dat, wat ik eigenlijk net zei, veel politici minimaliseren de klimaatcrisis en dan zeggen ze, ah ja, maar we willen wel iets doen, maar er is geen draagvlak. Maar er gaat nooit een draagvlak komen als de crisis geminimaliseerd blijft, want dan hebben mensen niet het gevoel dat er ook echt iets moet gebeuren. Wat we ook vaak horen, is het concept democratie, van jullie gaan veel te snel en dit is een democratisch land, dus we moeten luisteren naar de stem van de mensen. Mensen zijn niet geïnformeerd, dus dan moet er al gezorgd worden dat de media en politie duidelijk zijn over de urgentie van de klimaatcrisis. Maar ook, democratie gaat niet beter gaan als er hongersnood uitbreekt, als er overal droogtes zijn en bosbranden en overstromingen nog meer dan nu. Dus we gaan naar zo'n humanitaire crisis momenteel, dat het nu echt de moment is om die systeemverandering door te brengen voordat het eigenlijk te laat is en we van ene crisis in de andere vallen, zoals corona. En iets wat Angela Merkel zei was... nadat ik zoveel tijd in politiek heb gespendeerd, heb ik geleerd om compromissen te sluiten. En dat is dus echt exact wat we niet moeten doen.
Oké, dat is duidelijk. Op lokaal vlak kunnen we natuurlijk die grote mensen niet ontmoeten of kunnen we die grote mensen niet bereiken. Hoe kunnen we toch op lokaal vlak dat verschil maken? Informeren, sensibiliseren, mobiliseren. En daar gaat het altijd over. Iedereen kent mensen. Iedereen heeft een platform, hoe groot of klein dat ook is. Dus iedereen heeft ook een verantwoordelijkheid om zijn kringen en zijn vrienden en zijn familie te inspireren om hier mee in te stappen. We kunnen ook als individuen beslissingen maken, zoals ik ga geen dieren meer eten, ik ga niet meer vliegen, ik koop geen fast fashion meer, want ik weet wat de gevolgen hiervan zijn. Maar dat als individu beslissen en er dan ook voor zorgen dat dat een sneeuwbaleffect heeft naar je omgeving. Als iedereen dat zou doen, zou het al veel sneller gaan. Maar er zijn heel veel mensen die zich inderdaad machteloos voelen in dit verhaal. En dat weerhoudt hen ook om in actie te schieten. Maar dat is heel jammer, want mensen hebben superveel macht. En dat weet ik omdat ik werk in het Europees Parlement. Ik zie hoeveel dat er daar gebeurt en hoeveel dat er daar verwezen wordt naar de klimaatjongeren. Dus ik zie hoeveel impact dat we hebben gehad. Dat is echt extreem ongelooflijk. En ik geloof dus echt in de kracht van mensen. En het enige dat die kracht kan wegpakken, is als mensen er zelf niet meer in geloven. Oké. We hebben nu enerzijds verwezen naar dat lokale aspect en je haalde ook al dat thema van macht aan. Want er zijn dus ook mensen die anderzijds kunnen stellen van ja, ik kan wel elke dag 2 minuten minder lang douchen of ik kan aan slow fashion doen en tweedehands kopen. Maar zolang dan bijvoorbeeld een CEO van H&M het voor het zeggen heeft, ja, wat gaat er dan veranderen? Is het niet... Ja, moeten we niet vaker naar op dat macroniveau gaan spelen en naar die bedrijven kijken? Absoluut. En dat is het ding, dat doen wij dus. We zijn niet op straat gekomen met de boodschap, nu moet iedereen korter douchen. We zijn op straat gekomen met de boodschap, politici, er moet hier een beleid herschreven worden. Want het gaat inderdaad over een systeemsverandering. Je kunt individuen wel aanspreken en zich schuldig laten voelen over hun gedrag. En op zekere mate hebben ze ook een verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk zitten we allemaal vast in een maatschappij dat verslaafd is aan fossiele brandstoffen. En zolang als dat dan niet verandert, kunnen mensen inderdaad maar beperkte dingen doen. Dus voor mij de grootste macht van mensen zelf is politiek druk zetten en zorgen dat er structureel dingen veranderen. En dat zijn we nu aan het doen. En het is belangrijk dat dat na corona opnieuw gebeurt. Want is het dan vooral de politiek die dat jongeren gaan nodig hebben om mee te stappen in dat verhaal? Ja, het is echt de politiek. Politiek is het enige in de wereld dat structureel dingen kan veranderen. Dat contracten kan breken, nieuwe wetten kan schrijven, beleid kan hervormen. Jij hebt natuurlijk het bedrijfsleven die een voortrekkersrol moeten spelen. En in bepaalde mate doen sommige bedrijven dat ook. Er zijn veel bedrijven die eigenlijk al veel verder staan dan de politiek, omdat die gewoon beseffen dat dat rendabeler is, economisch, dat dat ook verantwoordelijk is. En ook omdat die niet met die verkiezingen zitten. Dus die kunnen gewoon strategische modellen uitschrijven. Maar het gaat echt de politiek moeten zijn die zegt, oké, dit is onze doelstelling, dit is onze klimaatwet. We willen wetenschappers aan tafel, we willen een carbon budget. We gaan tegen die tipping points vechten. Zolang dat dan niet gebeurt, gaan we er gewoon niet raken. En also time is running out. Dus daarom is het zo belangrijk dat we echt met miljoenen mensen van over heel de wereld blijven druk zetten totdat dat gebeurt. Maar zolang dat politici het discours blijven voeren van we hebben het onder controle, kijk Europa, kijk de Green Deal, carbon neutral by 2050, dat klinkt allemaal geweldig, maar we staan echt absoluut nergens. En zolang dat die boodschap niet overkomt, gaan mensen niet op straat komen, gaat er niet genoeg druk zijn en dan halen we het gewoon niet. Oké. Af en toe in de media spreek jij ook over een Nationale Veiligheidsraad voor het Klimaat. Dat zou een prioriteit moeten zijn voor Europa. Zoals we het huidige crisis kunnen managen, zouden ze het klimaat ook kunnen managen. Hoe sta jij daar tegenover? Hoe zie jij dat gebeuren? Ja, dat is kei belangrijk, omdat zolang als dat er geen wetenschappers of experts rond dit aan tafel zitten, gaan we nooit een beleid schrijven dat echt de doelstelling wil halen. Onze politici hebben het akkoord van Parijs getekend in 2015. En dat zegt dat we globaal onder de 2 graden moeten blijven en liefst onder 1,5. Maar momenteel, het beleid dat nu op tafel ligt, zorgt ervoor dat we naar een wereld van 3, 4, 5 graden opwarming gaan. En it's completely devastating. Dus we hebben experten nodig om mee aan dat beleid te sleutelen. Nu, in Europa zijn er zo'n modellen die nu op tafel liggen, zoals de European Climate Change Council. Maar dan hangt het er nog vanaf van, oké, van waar halen we die wetenschappers? Welke doelstellingen zetten zij? Dus dat is allemaal heel moeilijk. De vraag is gewoon, waar liggen de prioriteiten? Als politici echt zeggen, we willen een ambitieus klimaatbeleid schrijven, dan is het compleet belachelijk dat dat nog steeds niet gebeurd is. Dat er nog steeds geen experten aan tafel zitten. Want politici weten gewoon niet de wetenschap achter de klimaatcrisis. Oké. Nu is de klimaatzaak ook hetgeen wat de media veel aandacht trekt. Wat is dat net, de klimaatzaak?
Ik denk de urgentie hiervan. Ik denk het feit dat zoveel mensen op straat komen en zoveel druk hebben gezet, dat is unprecedented, basically. Dus dat is gewoon zo enorm dat er gewoon van over heel de wereld allemaal verschillende dingen op stand zijn gekomen. En dan zie je inderdaad rechtszaken binnenkomen in verschillende landen. In Nederland hebben ze die al gewonnen. Ze zijn nu ook in Spanje bezig, in Portugal. Wij zijn nu ook in België bezig. Omdat er gewoon zoveel druk is gezet dat vanuit elke sector in de maatschappij mensen zijn beginnen beseffen van dit klopt hier niet wat wij hier aan het doen zijn. En dus over de klimaatzaak zelf, de rechtszaak, wordt er veel gezegd van ja, we willen niet dat rechters de stoel overnemen van politici, basically. Maar dat gebeurt niet. Het enige dat de klimaatzaak eist, is dat politici zich aan de doelstellingen houden die ze zelf hebben getekend. Dus ze vragen niet eens om die doelstellingen te verhogen. Het gaat echt gewoon over, jullie hebben dit en dit en dit beloofd, kom gewoon uw beloftes na. En naar mijn weten is dat ook waar ons rechtssysteem voor staat. Oké, voel jij de klimaatzaak in ons land dan ook succesvol slagen? Ja, absoluut. Ik denk, ze werken samen met mensen die het al hebben kunnen doen, succesvol slagen. En ik denk, door het feit dat het zo'n maatschappelijk thema is, door het feit dat de klimaatbewegingen nog steeds zoveel druk zetten, door het feit dat er zoveel urgentie is, zie ik dat direct slagen. Zoals in Nederland, zoals in Frankrijk, zoals in andere landen in Europa. Oké. Onlangs kwam de documentaire van Greta Thunberg, I am Greta. Wat hoop jij met deze documentaire of wat hoop jij dat deze documentaire zal opleveren? A sense of urgency, dat hoop ik echt. Omdat heel veel mensen het heel makkelijk vinden om te nuanceren, minimaliseren, compromissen te sluiten. Om de urgentie terug weg te doen van ja, oké, maar het komt wel in orde. Het komt echt niet in orde. En dus Greta is een van de mensen die dat op een ongelooflijk krachtige manier kan blijven zeggen. Het komt niet in orde als we nu niet in actie schieten. Punt. En dus die urgentie is enorm aanwezig in die documentaire. En ik hoop dat dat hetgene is wat mensen mee naar huis nemen. Van, ik moet stoppen met dat voor mijzelf te minimaliseren. En ik moet stoppen met te doen alsof dat ik daar niks aan kan doen en dat dat allemaal ver van mijn bed is. Dat is niet. Als Greta Thunberg, een 16-jarige of toen zelfs 15-jarige, zo'n enorme klimaatbeweging kan opstarten, heeft iedereen wel a certain amount of power. Oké, is een duidelijk punt. We hebben dus net verwezen naar die documentaire van Greta. Maar men heeft ook een documentaire over jou en de andere activisten gemaakt in All Kinds of Weather. Omdat jij dus een zeiltocht had ondernomen ter aanleiding van de COP in Chili toen nog. Ja. Ja, dat was dus een hele zeiltocht. Dat moet een hele belevenis geweest zijn. En men heeft dat gefilmd. Wat gaat die documentaire ons tonen? Ja, voor mij gaat dat opnieuw dus over informeren. Er zijn eigenlijk twee stukken in de documentaire. Je hebt enerzijds de zeilreis en waarom we die zeilreis maken. En dan gaat het over duurzaam reizen, de toekomst van reizen. Mensen laten nadenken over hun vlieggedrag en over hun individuele macht om dingen te kunnen doen. Zoals ik die zeg, ik vlieg gewoon niet meer. Punt, dat is een beslissing die ik maak. En het tweede deel speelt zich af in het Amazonewoud. Omdat we inderdaad naar de COP houden, dus de grootste klimaatconferentie ter wereld. Die is dan naar Madrid verschuift. En we zijn niet naar Madrid gegaan, omdat we een afspraak hadden in het Amazonewoud met allemaal indigenous communities en leiders, waar we mee samen hebben gewerkt om een plan uit te werken voor het Amazonewoud. En dat stuk is eigenlijk het belangrijkste voor mij in die documentaire. Omdat daarin echt wordt gezien hoe dat we momenteel mensenrechten aan het schenden zijn. En hoe dat wij in België zo geprivilegeerd zijn dat we het allemaal heel gemakkelijk vinden om te zeggen, ah ja, klimaatopwarming komt wel in orde. In heel veel stukken van de wereld kunnen we dat gewoon niet meer zeggen. En zie je gewoon hoe dat, zoals in het Amazonewoud, hele stammen aan het sterven zijn aan het kanker, omdat de goudmijnen die door westerse bedrijven daar geplaatst zijn, die rivieren aan het vergiftigen zijn. Of gewoon ganse dorpen aan het afbranden, omdat heel dat woud is aan het afbranden. Dat zien we daar gebeuren. En dat is de politiek waar we vandaag mee spelen. En dus, toen ik daar ben geweest, is dat zo hard binnengekomen ook bij mij, van oké, dit gaat echt over mensenrechten. Dit gaat echt over verantwoordelijkheid. Ik heb echt de verantwoordelijkheid. En dus dat hoop ik met die documentaire te bereiken, dat als mensen dat zien, dat die ook dat voelen. Ik heb een verantwoordelijkheid hier. Ik kan dingen doen, dus ik moet ook gewoon echt dingen doen. Oké. Beide documentaires lijken mij alvast heel interessant. En ik hoop dat veel mensen ze dan ook zullen bekijken, zodat het een platform krijgt. Dus ja, ik wil jou vandaag bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat het een heel interessant en waarschijnlijk ook inspirerend gesprek was voor velen. Dus bedankt daarvoor. Jullie enorm bedankt. Dank je wel. Dank je.